helemaal allemaal, Rosie weer hier. Nieuwe video. Uh, deze keer ga ik geen Animal Crossing spelen. Er is wel iets van een Animal Crossing element. Het <laughs> zal ook eens niet. Uh, maar het, het is geen gameplay video. Dus het is een keer iets anders. Um, en als je de titel ziet dan heb je waarschijnlijk al wel een beetje een idee... Maar ik ga in deze video dus iets laten zien wat ik heb gemaakt. Um, of ja, wat ik heb gecraft, net hoe je het wil noemen. Ik heb het niet gemaakt met bestaande craft supplies, maar uh, helemaal vanaf. Ja, from scratch. Dus gewoon vanuit het niks. Um, het is namelijk zo: uh, een vriendin van mij, Annette, uh, sommige van jullie zullen haar wel kennen, is deze week jarig. Uh, als het goed is, zien jullie deze video ook deze week. En um, wij zijn dus met een groepje meiden, uh, zijn we wat gaan brainstormen van wat zullen we net gaan geven. En meestal word ik ook gevraagd om een kaartje te maken of ik bied het zelf aan. Het is in ieder geval één van de twee. En deze keer mocht ik dus ook weer, uh, had ik de eer om voor Annette weer een kaartje te maken. En dat vond ik zo leuk. Uh, maar ik wist eerst dus niet zo goed wat ik zou gaan doen. Dus ik heb een, een tijdje te brainstormen zo van ja, wat, wat, is, nou, wat is nou echt aan net? Wat is nou leuk om te doen? Wat, wat, wat zal ik gaan maken? Wat zal ik. Ja, wat, wat, wat ga ik uiteindelijk maken qua kaartje, zeg maar? Want ik wou echt iets helemaal, helemaal nieuws maken. Ik heb natuurlijk heel veel leuke craft supplies. Begrijp me niet verkeerd. Maar um, ja, ik weet niet. Het, het is gewoon ook ergens wel heel leuk als je iets heel persoonlijks kunt maken. Wat helemaal voor die persoon is gemaakt. En. Ik dacht eerst van. misschien is het leuk om iets te doen met een rolstoel. Want ze heet natuurlijk Wheelie really Lazy Lady. Uh, dat, dat heeft wel even in mijn hoofd gezeten. Maar ik kon het niet echt. Ja, ik weet niet. Het kwam niet echt in me op. wat ik daar dan precies mee moest. En toen had ik het. Geen rolstoel. <laughs> ik bedoel, niks mis mee. Maar geen rolstoel. Het kwam in mij op. Ik had iets van. Apple. Apple. Apple van Animal Crossing. Want. Annette is op dezelfde dag jaar als Apple van Animal Crossing. En Apple is ook Annette's favoriete villager. Dus hoe leuk is het dan om daar iets mee te doen? Dus, dat heb ik natuurlijk gedaan. Jullie zagen me al aankomen. En, um, dat, ja, ik heb dus, hoe ben ik te werk gegaan? Ik heb dus eerst een illustratie gemaakt van Apple. Um, ik heb een aantal renders gepakt. En ik heb dat een beetje als referentie gebruikt. En ik heb dus vervolgens een, een Apple render, zeg maar, uh, nageillustreerd. Als je het zo wilt noemen. En daar heb ik, ik heb nog wel een paar tweaks daaraan aan gedaan, dus uh, aangebracht. Dus het is wel subtiel anders geworden, maar het is heel herkenbaar, denk ik. En ik ben uh, best wel een beetje trots. <laughs> is dat heel erg? Ik ben wel een beetje trots. Nou ja, het, het is maar het beste, denk ik, als ik het ga laten zien, denk ik. Ik heb dat dus, ik, um, om verder uit te leggen, ik heb het geïllustreerd. Vervolgens heb ik alle onderdelen uh, losgemaakt, om het zomaar te noemen. Allemaal los op, uh, ja, in bestanden gezet. En die heb ik dan uiteindelijk uitgesneden met mijn plotter. En vervolgens heb ik alles weer geassembleerd. De, dus alles uh, op elkaar geplakt waar het moest. En dat klinkt makkelijker dan dat het is, kan ik je wel vertellen. Maar, hier komt hij dan. Daar is hij. Is hij niet super, super, super cute? Nou ja, zij dan natuurlijk, want Apple is een, is een, uh, is een uh, meisje. Maar is het niet super cute? Ik zal het proberen wat dichterbij te laten zien. Zodat je echt ziet dat het. Het is echt allemaal papier. Het zijn allemaal losse laagjes. Dus je ziet hier ook zeg maar uh, het bruine. De, het bruine mondje zeg maar. Is helemaal los ook van de tandjes. Is los van, van de binnenkant van de mond. En is ook weer los hiervan. Dus als je zo vanaf de zijkant kijkt. Dan zie je ook echt. Dat is echt veel relief zeg maar. Dus eigenlijk. Alle kleuren zijn gewoon helemaal los. En alsof dat, alsof dat nog niet genoeg werk was. Ik had dus de kleuren van Apple niet. Dus ik heb uiteindelijk. Heb ik, uh, zeg maar de roze rode achtergrond van Apple. Die heb ik helemaal met de hand gekleurd. Met distressoxides. Want ik had, ik had die kleur gewoon niet. Ik heb uh, in al mijn papiervoorraad gekeken. Ik heb heel veel papier. Maar ik had gewoon echt. Geen. Uh, ja, ik, ik had gewoon geen, uh, geen appel-achtergrond roze. Dus dat was een beetje jammer. Maar uh, toen heb ik dus een beetje gekeken wat voor distressoxides uh, ik heb qua kleuren. En er kwam wel iets aardig in de buurt. Want je ziet er ook. Ja, het licht is een beetje vervelend soms. Maar je ziet wel, dit is wel echt het apple kleurtje. En um, de andere rode accenten, die heb ik dus ook allemaal zelf gekleurd. Uh, de, de donkerste rode variant was wel al rood. Maar die heb ik nog een beetje bijgekleurd met een andere kleur rood. En even kijken. Uh, het mondje, het bruine mondje, dat was bruin. Maar dat was vrij licht. Dus dat heb ik donkerder gemaakt met donkerder bruin. En uh, de Annette uh, naam, zeg maar, die heb ik ook gekleurd. En even kijken hoor, ja, het, het crème kleurige beige van, uh, ja, van, van de onderkant van het gezicht van, van Apple en van de armpjes en het buikje wat je hier zo ziet, dat heb ik dus ook crème beige gekleurd met inkt. Want die had ik gewoon allemaal niet, dus dat is wel allemaal ook nog met de hand gekleurd. En uh, dit is dus het resultaat. En dan denk je van, oh wat ontzettend cool, denk ik. ik tenminste, ik, ik, ik denk dat mensen dat denken als ze dit zien, <laughs> ik weet het niet. Maar dat lijkt me op zich wel heel leuk om te krijgen. Als je, als je ergens heel erg fan van bent of heel erg dol op bent. Maar daar houdt het dus nog niet op. <laughs> daar houdt het nog niet op. <laughs> dit is niet alleen maar een super schattige kaart. Ik denk dat ik het beste hiervoor kan gaan overschakelen naar, naar mijn Switch. Dat lijkt me, dat lijkt me verstandig. Oké, okay, dus we gaan even overschakelen naar mijn Switch. En mijn Switch staat al aan. En ik ben op Harvey's uh, Island. Dus op Harvey's Island. Dus we gaan ook even naar hier lopen. gaan even Harvey voorbij. Hoi Harvey. Gaan we naar binnen. En ik denk dat jullie allemaal wel voelen aankomen. Waarom ben ik bij Harvey? Nou, dat heeft alles te maken met deze kaart. Want als je hier bent en je gaat naar de. Bouwmodus, als je het zo wilt noemen. Dan krijg je natuurlijk die melding van. Als je een Amiibo hebt. Dan kun je hem dus bij je controller houden. Of als je dus de switch vast hebt aan de rechterkant op dat knopje. Um, en ik heb dus <laughs> mijn Amiibo opgeofferd van Apple. En hierin gedaan. <laughs> dus als ik die nou hier overheen hou zo. Even wachten. Oké, kom op. Wel werken nou, anders dan moet ik de kaarten wel opnieuw maken. Tadaa, daar is Apple. Dus als je Apple over de NFC-laser uh, houdt in je Switch of in je uh, Pro Controller. dan verschijnt Apple. Dus ja, um, yeah, dat, uh, dat, dat is wat ik <laughs> ermee heb gedaan. Wat een verrassing, hè? Dus best wel, ik bedoel, dat zag je waarschijnlijk niet aankomen, niet voordat ik naar Harvey's eiland ging. <laughs> maar goed, uh, dat is dus wat ik heb gemaakt en ik moet nog op de achterkant moet nog even de namen van iedereen schrijven en dan ga ik deze mooi verpakken en dan gaat hij op de post naar net. en dan tegen de tijd dat ze deze video ziet, dan heeft ze hem hopelijk al lang. En uh, ja. Ja, dat was eigenlijk deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik uh, heb gemaakt. Ik had heel graag ook wat voortgang filmpjes en, videos, uh, uh, filmpjes en foto's willen laten zien. Maar daar had ik helaas niet de tijd voor. Plus het is niet heel praktisch met lijm aan je vingers om dan ook nog op te nemen. Dus hier moeten jullie het meedoen. Um, Annette, heel erg gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je blij bent met Apple. Apple komt heel snel jouw kant op. Maar tegen de tijd dat je deze video ziet, dan heb je Apple al lang. En um, ja, dat was het. Doee!